Wat zeg je allemaal? Dit is Amora of Aurorus. Ben je er nog? Sander? Waarom zeg je nou niks? Oh, ik verstikte. Oh. Fuck. Hallo kijkers van Shinesprice, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatarlog met Sander van Gaming SB. Hallo Sander van Gaming SB. Doe je niet Pokémon Unite Avatarlog? Wat? Oké, ik zet mijn Switch al wel weer uit. Oh, we mogen ook nooit eens iets. Dat klopt, ja. Echt hoor. Tjoh, ik zal eventjes... Hoe moet je een avatarlog doen in Pokémon Unite? Vertel mij dat eens. Ik heb geen idee. Ik heb oprecht geen idee. Maar het past zo goed bij het intro momentje. Jongen, jongen. Ik zeg dat ook niet voor niks natuurlijk, hè. Je kent me. Ja, ik dacht, je hebt gewoon een klap van de molen gehad of zo. Ik dacht van ja, laat het maar gaan. Klap van welke molen? Dat bedoel ik. Zolang er maar geen windmolen is, is het best. Het was een windmolen. Fuck, man. Dingen bederven het uitzicht. Als we nou gewoon kerncentrales hadden, maar nee. Die bederven het uitzicht niet. Wat? Die bederven het uitzicht niet. Nee. Die kun je op een industrieterrein plaatsen waar sowieso al geen uitzicht was. Okay. Toen was hij stil, hè? Toen was hij stil. We moeten gewoon kerncentrales bouwen. Dit is de aflevering over kerncentrales. Hallo en welkom. Ik ben GamingSB, jullie host. En ja, ik weet niet hoeveel Nederland weet over kerncentrales, maar die weet ook wel dat het moet gebeuren. Stiekem, diep van binnen. Hij is er alleen niet zo uitgesproken over misschien. Ik ben er ook helemaal niet mee bezig. Ik heb geen idee, ik vind het allemaal goed. Kijk, daarom ben ik jullie host vandaag. Kerncentrales is poggers. Staat dat dan in de centrale? Dat dat die kern gezond moet zijn of zo? Nou, dat is wel. Dat staat bij ons wel in het centraal, zeg maar, die kern. Oké. Dus. Nou. Nee, maar grapje. Ik zal jullie niet vermoeien met politiek gezeik. Oh, wacht, dat is te laat? Oh, wat gek! Hè? Rip. What the fuck? Waarom is mijn dingetje asleep? Mijn steenboy. Ga je nou maar een ultra wormhole zoeken? Wat? Ja, ik... Is dat überhaupt in deze game? Ja, dat zit wel in deze game, want dit is de game waar dat uitgevonden is. Precies. Alhoewel, technisch gezien is het in Moon uitgevonden en niet Ultra Moon. Maar... Ik zie gewoon een Ultra Wurmel in de lucht, hoor. Dan zal het vast bestaan. Ja. Je kan meteen naar Hea Hea vliegen, volgens mij, en dan... Oh, je hoeft niet eens dat hele pad af te lopen. Nope. En dan gewoon naar het vlaggetje. Hé, hey Sander, wees blij dat ik het zeg. Dat is waar, dat is waar. Ik ben blij dat je het zegt. Dankjewel. Ik wou zeggen graag gedaan, maar ja, is dat echt waar als ik dat zeg? Hé, hey, een Litten. Die is lit. Ah, poch, 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 poch. Want ik had poch gezegd. Die ga ik even kapot maken. Nee, doe nou niet. Spaar hem, spaar hem. Die arme Litten. Maar we hebben nog zoveel niet onderzocht. Hoe kan dit? We hebben nog zoveel niet onderzocht in deze game. Moeten we naar route... Nee, oh nee, wacht. Er staat een vlaggetje dat je daar niet naartoe moet. Zelfs met een vlaggetje weet hij niet waar hij naartoe moet. Jawel, want ik verbeterde mezelf. Oh. Dus ik ga nu naar
Hey Lily. Nebby in de bek. Ik ben een dierenbul en ik zeg dat Nebby in de bek moet en nooit meer eruit mag. Dat is wel basically wat er gebeurt. Maar is Nebby een dier? Nevermind, hij heeft de ruimte. Precies. Het is een ruimtebul. Ja, precies. De omgekeerde NASA, oftewel de Assan. Die kwam er wel soepel uit, ik bedoel. Ja. Daar heb je op geoefend. Nee. Nou is NASA ook niet de moeilijkste om te keren, maar alsnog. Take the credit. Ja, precies. Maar je moet ook echt in dat huisje. What the fuck, gast? What the fuck? Doe eens niet zo lastig, Sander. Maar je kunt helemaal... You alright? Oh, het is een lift. Het is een lift. Yo. Nee, maar eerst deed hij niks. Maar je moest per se op de knopjes drukken. Dat klopt, ja. Hey, een Turtonator. Oh, ik dacht even dat je Turtwig wilde gaan zeggen. Die nee. Mag jij ook vangen. Ja, maar Sander die was doodgegaan een paar afleveringen geleden. Weet je dat nog? Jan Turtwig? Ja. Doe maar niet net alsof je dat niet weet. Ja, dat wist ik wel. Ik zat er gewoon in te wrijven. Ja, dat dacht ik al. Die Turtonator heeft de Area Trap. Daar ben ik niet zo heel erg blij mee. Fire and Dragon? Mhm. Ja, dat is wel kut. Ja, maar Ground werkt toch gewoon? Heb je geen Ground type? Ja, maar Area Trap kan ik volgens mij ook niet switchen, toch? Of wel? Mm. Oh, ja, tuurlijk. Wie staat er voorop? Figurot. Oh, dat is wel helemaal kut. Wel, go see what you can learn from everybody. Wat moet ik leren, gast? Ik kan alles al... Oké, ik heb wel 4 Pokémon dood laten gaan. Ik geef het toe. Ik wou wel zeggen, hè. 3 toch, in deze game? Trouwens. Bij de vorige aflevering ging het toch 1 dood? Ja, dat was de derde. Nee, dat is toen de vierde. Toen had 3 mensen in mijn box zitten. Nee, maar dat is echt de vierde, want je had er al 3 dood voor je vakantie. Oh, ik... Maar in mijn box zag ik Gorbis, Torterra en Sneasel. Nou, er moet er nog 1 zijn. Heb jij niet gewoon verkeerd geteld? Gast, hoe kan ik van 1 naar 3? Ja, dat zat ik net zelf eigenlijk ook al te bedenken van wacht. Ik ga kijken voor je, ja. Wie er allemaal dood zijn. Ja, doe dat. Even kijken, aflevering 6 staat online. 6 de totemsticker. Kan ik nu weg? Snap ik. Oké, hier zijn er nog 2 dood. Hier ook nee. Nog. Ik kan me echt niet herinneren. Deze aflevering misschien. Oh, krijg ik nu al de Ultra Wormhole? Oh, dan loop ik helemaal niet zo heel ver achter. Nee. Ah. Oh, hier is de derde al dood. Dus dan zal het in aflevering 7 zijn gebeurd. Die staat nog niet online vandaag. Maar... Hé? Wacht even. Ik ben ondertussen aan het kijken. Speel jij maar gewoon verder. Oké, wacht even. Ja, ik moest healen, dat wou ik. Ja, ik denk dat ik wel weet welke Pokémon er dood is gegaan. Ja, maar waarom zit hij dan niet in mijn deathbox? Ja. Trevenant is dood gegaan. Oh, die zit... Die heb ik dan waarschijnlijk niet in mijn deathbox gezet. Dat moet ik wel doen. Die zit dan waarschijnlijk in mijn gewone box. Yep. Volgens mij heb ik die wel in mijn gewone box gezien, namelijk. Dat is wel belangrijk. Ja, precies. Nee, oké, dan is het goed dat we het eventjes rechtgezet hebben. Oké, dan kan ik nu verder met mijn leven.
Oké, maar wat... Maar... Kan ik gewoon die Ultra Wormhole inlopen? Nee. Als je dat hebt gezien, je hebt een vlaggetje op het scherm, Sander, waar je naartoe moet. Oh, me too. Ja, Rotom, ik wil gewoon... Nee, Rotom zegt allemaal dingen. Oh, ah. Nee, oké. Ik zie het al. Al? Nu moet ik naar route 9. Gaat hij zo doen? Oh, Diglett's Tunnel. Ah. Diglett-tik. Een Aaron, die mag ik niet. Die mag jij wel. Oh, wacht. Zo werkt een randomizer niet, Sander. Nee. Hey, Looker. Hey, in my defense, we hebben wel redelijk recent nog X en... Oké, nee, dat valt eigenlijk ook wel niet mee. Je kan je er zelf niet maanden, onderuit drie maanden geleden. Hey, ik krijg een Thunderstone. Thunderstone, is wat je hebt. Een donderig steentje. Altijd gedonder. Met die stenen. Ja. Of zoals Herman Vinkjes zou zeggen: het begint altijd flitsend, maar het eindigt met gedonder. Ja. Oké. Dat ging over onweer. Ah. Dan wel, maar. Ja. Ja, accuraat. Een trapinch. Waarom moet hij me nou weer critten? Wat is dit? Trapinch, Ground Dragon. Trash. Nou ja, geen trash, maar ik mag hem gewoon niet vangen. Dus voor mij is hij wel trash, want ik mag er niks mee. Je zit even te denken. Ja. Ja, Ground Dragon, ja. Een rare typing nog steeds, maar ja. Een Pokémon die Flygon heet, die geen flying Pokémon is, die eruit ziet als een bug, maar geen bug Pokémon is, dat is echt raar. Oké, maar flying, de meeste dragons. Ja, maar die Pokémon heet Flygon, Sander. Ja, maar dat, fly kan ook slaan op een fly van een bug fly. Dat klopt, maar het is maar ook geen ook bug. Op lijkt. Dus maar hij hoort ook geen bug te zijn. Dus ik snap niet waarom ze hem Dragon, niet gewoon... Dragon te... Bug had ik ook geaccepteerd. Maar Dragon Ground, wat? Nou, wat, mijn probleem zit hem vooral in de ground eigenlijk. Ja, alleen bij Trapinch past het dan wel weer goed, dus... Dat is een... Nee, ik moet geen ice. Wat moet ik tegen deze... Wat? Of gras natuurlijk. Sander, denk even na. Oh, oké. Sander, dat... denk even na. Nee, ik kwam een Whiskers tegen. Toen dacht ik, wat moet ik hier tegen doen? Help. Maar ik heb gewoon een gras type. Wow, easy peasy lemon squeezy. Dus toen zei ik, Sander, denk even na. En toen dacht ik na, want ik luisterde naar mezelf. Ook nieuw. Dat werkte. Want nu wordt de Whiskers in ieder geval gedamaged met een Buzzseed. Dikke vette huts. En ik denk dat hij in 3 hits dood is. En mijn Bullet Seed doet ook nog even 3 keer. Of mijn Omelette doet ook even 3 keer. Dus dat is goed. Ik heb weer een gratis bal die ik kan pakken. Dus daar pak ik er weer 1 van. Welke? Een Safari bal. Oh ja, oké, maar die is niet OP toch? Die is gewoon... Ja, dat weet ik. Maar omdat die gratis is, kan ik niet oneindig van die ballen kopen, zeg maar. Nee, oké. Oh ja, tuurlijk, anders dan heb je infinite balls. Mm-hmm. Dat is ook niet eerlijk. Ik denk dat ik voor ijskoud Thunderwave maar weg doe. Het is ijskoud. Het is Thunderwave. Nee, maar Thunderwave heb ik volgens mij ook al op mijn... Hoe heet die? Lichtpuntje. En hij is toch geen electric type. Dus niet dat het uitmaakt om te paralyze te De Sander Stress. Razor Fang, wat is dat ook nog weer? Oh, dat is toch dat ding van Sneasel. Dat is voor Gliscor. Oh, Gliscor, oh ja. Fang is volgens mij voor Gliscor. Ja. En de Claw is voor Weavile. Oh, niet Team Skull.
Oh nee, geen dubbel battle. Geen dubbel battle met Hou. Het is een dubbel battle met Hou. Denk ik. Bij mij had hij wel een goede Pokémon, dus ik had niet zoveel problemen mee. Ja, oké, okay, dat hoop ik dan maar. Zijn starter was een Aranquanit. Of hoe je dat ook zegt. Jij doet maar wat, hè? Ik weet echt niet hoe je die spelt. Hey, Sander, even een ander onderwerp, hè? Ben jij... jij bent altijd fan van Wie is de Mol, hè? Dat weet ik. Ben jij ook een Expeditie Robinson-kijker? Vroeger wel, maar ik... Ik weet niet. Ik kijk het niet... niet echt meer. Ik vind het nog steeds wel leuk. Maar... Ja, niet zo... fan als dat ik ooit was. Okay. Begint wel weer bijna. Ja. Misschien dat ik het toch wel herkijk, maar... Misschien ook niet. Volgens mij zit een mega Slowbro trouwens. Volgens mij zit er zo in, zeg maar. Ja, dan is het een mega, ja. Is die wel water psychic? Want... Ik heb geen idee, Sander. Hoe dat ziet het zo weinig, echt. Je vraagt mij hele moeilijke dingen op. Nou. Weet je wat ook moeilijk? Ik denk dat... Ik heb geen idee waar ik naartoe moet. Moet ik hier dan gewoon naar boven? Naar open. Ik denk het wel. Ik denk dat daar... de trial captain van dit eiland zit. Of... Ja, Mega Slowbro is ook gewoon water. Psychic. Water! Nee, je mag geen water. Zo. Okay. Dat kreeg SpongeBob ook niet, of wel? Nee, maar SpongeBob uiteindelijk is wel. Uiteindelijk wel, maar hij vroeg het niet. Hij deed alsof hij stoer was. Doet hij dan niet zo'n pot met augurk op zijn hoofd? Nee, hij had toch iets gegeven aan Sandy van bloemen in een vaas. Ah, ja. En dan doet hij die bloemen zo eruit en dan doet hij tjak 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 tjak. Dat. Ik weet niet waarom ik dat zei, zo. Maar dat moest. Je spoort gewoon niet. Rotom, ik kan eigenlijk best wel wat hulp gebruiken met waar ik nu naartoe moet. Rotom. Ik denk dat ik die kant op moet. Die zou ik niet mogen vangen en jij ook niet. Ah, ik vind hem wel geestig. Wat? Ik vind Rotom wel geestig. Oh ja, dat mag. Snapt hij hem niet? Oh, ghost. Ghost. Wow. Ja. Dat was niet grappig, hè? Mij uitlachen ook nog, hè? Omdat ik hem eventjes niet grappig vond. Ik snapte hem natuurlijk wel, maar... Oh, tuurlijk. Ja, maar ik vond hem gewoon niet grappig. Ik moet tegen Landorus. Wat doet hij? Surrounded itself with a fill of water? Gast, doe een attacking move of zo dan. Tegen mij doet hij alle zieke attacking moves en dan ga ik weer dood en zo, maar... Tegen een Slowbro van een Team Skull? Nee, hoor maar. Zo'n Sander saltenetje. Nee, Slowbro is dood hoor, dus ik ben niet salty. Nou, gelukkig maar. Dat was fake. Fake news. Dat was net zoals de pranks van Snapking. Fake. Yep. En kut. Ja, eigenlijk allebei wel. Noem je mij nou kut? Wat? Ja. Nee, dat mag. Nee, oh, ja, dan mag het niet. Als je had gezegd nee, dan had ik gezegd, oh, maar dat mag wel. Ja, maar ik mag niet liegen. Oh, het is mijn boy. Locker. Looker. Looker, ook goed. Hij kijkt, denk ik. Wel eens. Hij is zo'n kijker, denk ik. Kijk, een Thunderstone. Waarom geef je me geen Questone, gast? Oh. Oh. Hey, mijn Sandile evolueert. Au, ik moet vechten. In een Krokorok. Maar ik deed niks verkeerd, meneer de politieagent. Oh, jawel. Is het hebben van een omelet nu ook al verboden? Nee, maar je bent een Sander en dat is al verboden.
Dat heeft de overheid niet tegen mij gezegd. Nee, ze komen er ook pas nu achter. Maar ik sta al 18 jaar ingeschreven. Sorry. 22 jaar ingeschreven bij DigiD of zo. Wat ging er fout? Wat ging er fout in je hoofd toen je het zei? Dat weet ik het. Nou, ken je dat? Dat je altijd blijft hangen in een bepaalde leeftijd? Je denkt, ik ben zo oud? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ben ik de enige die dat heeft. Ja. Maar. Dat heb ik de eerste week nadat ik jarig ben geweest. Maar daarna dan heb ik dat niet meer. Nee. Nee, dat heb ik niet. Oeh, my lotic. Ik denk als ik later 30 word, dan zeg ik 18. Oh nee, 19. Oh nee, 20. Oh nee, 21. Oh nee, 22. Oh nee, 23. Oh nee, 24. Oh nee, 25. Nee. En dat totdat ik bij 30 ben. Dat duurt wel lang trouwens. Ik denk dat ik mezelf maar gewoon moet aanleren dat ik oud ben. Ja, dat lijkt me goed te doen. Saai. En boring. En grumpy. Nou, dat nog niet. Nou. Salty wel. Maar daar word ik wel chagrijnig van. Ik moet tegen Team Schedel, ja ja. Ik mag nog meer dingen kopen uit de markt. Lief hè? Super lief. Adrenaline Orb, oké. Okay. Dat was ergens voor. Was ja, dat niet... is om SOS battles te pushen, zeg maar. Dus dan dat ze nog grotere kans hebben om een eentje bij te roepen. Jalor City's famous shortbread can be used once to heal all status conditions, oké. Okay? Life Orb, is die niet heel goed? Voor bepaalde strategieën, volgens mij. An item to be held by a Pokémon. It lowers the speed and allows ground type moves to hit flying types. En levitate. Holders. Hè? You alright, bro? Nee, ik snap het eventjes niet. Maar dat is altijd handig. Prism Berry, dat is tegen Confusion. Iron Ball, an item to be held by a Pokémon. It lowers speed and allows ground-type moves to hit flying-type and levitating holders. Dus je moet hem geven aan ground-types, toch? Nee, je geeft hem om je Pokémon, zeg maar, sloom te maken. Dat is, zeg maar, het idee. Alleen je hebt van die aanvallen dat je je item kan geven aan een andere Pokémon. En als je die dan, zeg maar, aan een flying Pokémon geeft, dan wordt die zwaar, waardoor die op de grond staat en dan kan je hem hitten met ground moves. Wauw, wat leem. Nou, dat is competitive waarschijnlijk een redelijk goede item. Ja, maar je moet precies de goede moves hebben. Ja, maar dat is gewoon... Om die moves item te laten afgepakt worden. Shit. Ik ga de hamershop in. Hammer time. Tu. Een item of een TM. Sunny Day. Oh, Sunny Day. Not amused. Sander is gewoon helemaal verdwenen. Ja. Gewoon niet meer reageren. Nee, jij reageerde ook niet op mijn Hammer Time. Dat klopt. Wat terecht is, want de grap was gewoon niet op kwaliteit, maar... We zijn ook niet anders van je gewend, Sander. Leafstone! Nee. Nice. Oh, wacht, nice. Ik moest een Leafstone hebben, toch? Ja. Ja, ik heb niet genoeg geld. Oh, dat wordt verkopen! Oh, je kunt die M's in deze game natuurlijk niet verkopen, wat kut. Rip. Kun je Fishing World verkopen? Of een bag? Nee. Sander, ik loop er zo ver voor.
Oh, Secret Ash. Ja, die kon ik dat ook kopen, kut, maar die is 50.000. Ja, maar Secret Ash is... Nee, maar Secret Ash, dat mag helemaal niet. Want het revive all faint Pokémon in party. Maar ik heb die. Dus ik kan die verkopen voor veel geld. Oh, inderdaad. Dat was waarom ik zo blij was. Ja, en je kan hem kopen voor 50.000. Voor hoeveel kan je hem verkopen? 25.000. Oh, dat is best netjes hoor. Nou. Ik moet tegen Plumeria nou. Oh, ik moet even opschieten. En een Shiny Stone. Voor wie heb je Shiny Stone nodig? Voor Mincino en voor Roselia. Oké, okay, nou. Die Pokémon. Ja, Roselia zou ik mogen vangen. Dan gewoon onthouden dat hij daar zit. Ja, precies dan. Verneuk mijn geld in ieder geval niet. Waar is Olivia? Hoe kom ik daar het snelst? Nou, je moet zeg maar dat stadje weer uit. En dan moet je zeg maar eigenlijk de kust volgen, zeg maar. En dan kom je er vanzelf. Dus, oké. Okay. Stadje uit. Ik vind het ook grappig hoor. Hoe je letterlijk je handje vastgehouden wordt en ik kan nog steeds niet. Ja, ja, maar nu was er ook geen vlaggetje en daar stoorde ik me ook aan, zeg maar. Oh. Ah. Daar. Oh, dit is de cemetery ding toen gedacht. Zoiets. Jezus. Kun je niet gewoon rechtdoor over iemand heen? Waarom is deze Amora zo fucking goed? Waar slaat dat op? Amora, heb ik die niet ook? Ja. Ik word echt helemaal gemollywopt. Word ik. Oh nee, dat is Aurora Mora, toch? Wat zeg je allemaal? Dit is Amora of Aurorus? Ben je er nog? Sander? Waarom zeg je nou niks? Oh, ik verstik de... Oh? Fuck. Hey. Oh, ik ben me eventjes aan het verslikken en meteen een guy hoor. Oh ja, nice. Nee, fijn. Nee, ik nam net een slok en toen zei hij, wat zeg je allemaal? En toen moest ik lachen om een of andere reden. Ja. Dus toen verslikte ik me. Ja, nice. Dat is niet handig. Nice. Tip, doe niet. Nu heb je live mijn dood op je. En afstaan. Oh, Tapu Bulu. Wat kut dit. Misschien kan ik beter Pfizer doen. Die heeft geen... Ah, shit. Of lichtpuntje, die resist ook natuurlijk. Ik moet tegen een Tapu Bulu van hetzelfde level als dat ik ben. Dat vind ik best wel scary als ik eerlijk ben. Oh, crit, lekker voor je. Oh, dat is niet eens een crit. De Tapu Bulu is dood. Oh, wat doet die? Aqua Tail, oké. Okay. Okay, nice. Oh, paralyzed. Nice. Paralyzed. Full restore? Oh, deze bitch. Ik haat hem. Mag ik Kyogre haten? Kyogre, ja, die mag je best wel haten. Is het een origin form of... Nee, wel gewoon een normale vorm. Huge power Kyogre? Is Aqua Tail physical? Ja. Nee, dan denk ik het niet. Of wacht, is Pure Power de physical one of
Ja, Pure Power en Huge Power zijn allebei de physical. Oh, ik dacht dat één... Nee, het is gewoon dezelfde ability. Nou, lame. Lame. Ik wil eigenlijk nog deze battle met Olivia nog niet doen. Maar ik denk dat ik moet... Gardevoir. Kan ik nog 7 of niet? Of moet ik meteen tegen haar vechten? Oh nee, dat hoeft niet. Oké. Okay. Oh, die is nu ook Fairy. Weet jij de weakness van Mega Gardevoir? Ik niet. Mega Gardevoir? Ja. Steel? Of Poison? Oh, Steel. Poison niet, denk ik. Steel, denk ik. Ik zoek het wel even op, want ik wil het zeker zijn. Poison, Ghost en Steel. Ik bewaar mijn gevecht met Olivia, of zo heet ze toch? Voor de volgende aflevering. Ja, is goed. Oké, en ik ga het met Pfizer doen. Magical Leaf doet niet zoveel, want ik ben en Steel en... Heb je eigenlijk je Execute meteen geëvalueerd, of niet? Nee, dat was ik dus vergeten. Oh, slim. Die hielp daarom ook niet in de vecht tegen Kaio. Die leefde letterlijk op 4 HP. Toen dacht ik, wacht, waarom heb ik hem niet geëvalueerd? Wat doe ik met mijn leven? Weet je trouwens op welk level Ferroseed evolueert? Nee. Level 40. Ja, vet laden ze altijd. Ja. Altijd in het leven. Gen 5, hè? Ja, daarom. Hoe is je battle gegaan met Mega Gardevoir? Hij is nu dood. Oké. Okay. Dus dat is chill. Dan wil ik nog eventjes mijn executor. Ja, dat snap ik wel. Dat is een mooie afsluiting voor vandaag. Precies, dan sluiten we op een positieve noot af. En dat vind ik wel positief. En nodig. Ja, ook wel. Al zijn het meer eieren dan noten, maar... Het zijn zaden dus blijkbaar, hè? Zijn het zaadjes? Het zouden zaadjes moeten zijn, ja. Maar het lijkt alsof er eitjes zijn met zaden. Ja, en ze heten ook nog eens X-Egg Cute. Ja. Ja. Oh, Executor past niet eens op het scherm, jongen. Wil je? Ja, dat komt omdat dit die lange is. Mm-hmm. Leert hij nog zo'n dragon aanval? Weet ik niet. Ik heb hem net geëvalueerd. Staat ja, bij het evalueren, zeg maar. Maar niet bij het evalueren. Nee, dan niet. Okay. Oh, jawel, jawel, jawel. Een of andere chop of zo, toch? Oh, Dragon Hammer. Oh, nice. Wel een goede aanval, volgens mij. Ja, ik denk beter dan... Ja, Reflect kan ook nog wel handig zijn, misschien. Wat heb je nog meer? Poison Powder, Bullet Seed en Leech Seed. Ik denk aan Poison Powder, eigenlijk. Ja, ja. Of Reflect. Ja, ik denk ja. Toch Reflect. Alleen dan. Ik hoop wel dat je binnenkort een betere grasaanval krijgt, want Bullet Seed is ook niet echt goed. Nee. Maar goed. We got him. Yes. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vind je Sander nou een coole jongen? Doe even op hem abonneren. In de beschrijving staat het linkje. En zien jullie graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.